Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Op dit kanaal bespreek ik natuurlijk altijd het opbouwen van vermogen door bijvoorbeeld te gaan investeren in aandelen en crypto. Ik heb het over persoonlijke financiën, ik bespreek het nieuws, etc. Maar ik heb het natuurlijk ook vrij regelmatig gehad over financiële onafhankelijkheid. En mijn doel is uiteindelijk om FIRE te behalen. Financial Independence Retire Early. En om de zoveel maanden geef ik daar eventjes een update om. En in 2023 en ook eigenlijk de laatste maanden van 2022 heb ik nog geen update gegeven. Dat ga ik vandaag dus doen. Dus laten we snel beginnen met de video. Het doel van FIRE, dat weet ondertussen iedereen wel zo'n beetje die bezig is met het beleggen, is dat je op een gegeven moment een belegd vermogen hebt waar je van kan leven. Dus dat zal inhouden dat je niet meer werk hoeft te verzetten voor een vergoeding om je vaste lasten te kunnen betalen. En iedereen heeft daar een ander bedrag voor ogen. Sommige mensen denken 1 miljoen is genoeg, sommige mensen denken 3 miljoen is genoeg. Maar er is natuurlijk behoorlijk wat voor nodig om elk jaar daarvan te kunnen leven. Want dan heb je het namelijk over zo'n 3-4% van je belegd vermogen wat je elk jaar aan jezelf laat uitkeren. De rest laat je allemaal zitten en dat zal dan blijven groeien zodat je eigenlijk nooit naar het nulpunt komt. Er zijn allemaal heel veel verschillende onderzoeken gedaan en het is niet zo gek dat de FIRE community steeds groter wordt. Want steeds meer mensen hebben natuurlijk het idee van nou, als ik de vrijheid heb om niet meer te werken, dan is dat natuurlijk fantastisch. Je hoeft niet in te houden dat je niet meer gaat werken, maar vooral de keuze hebben. Dat je dus niet verplicht bent om elke ochtend weer om 6 uur op te staan na je werk waar je geen zin in hebt, omdat de vaste lasten weer betaald moeten worden. Dus dat is een heel mooi streven, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het makkelijk is. En ik denk in Nederland dat het ook steeds moeilijker zal worden. Want vanaf 2026 zullen natuurlijk veranderingen worden doorgevoerd als we kijken naar de vermogensbelasting van box 3. Nu gaan we uit van een fictief rendement wat heel erg laag is. Dus als je echt kijkt van wat betaal je nou aan belasting, dan valt het allemaal wel mee. Al helemaal dat ook een hele grote groep onder een bepaald bedrag zit. En dan hoef je die belasting in box 3 niet eens te betalen. Dus dat valt reuze mee. Maar we weten allemaal dat daar verandering in gaat komen. En dat zal natuurlijk ook een impact hebben op heel veel mensen die misschien het idee hadden om op een gegeven moment te kunnen leven van de beleggingen. Want als je plots belasting moet betalen over het rendement wat je daadwerkelijk behaalt, dan kan het natuurlijk zo zijn dat er heel wat jaren erbij komen dat je gigantische bedragen naar de belastingdienst mag overmaken. En dat is natuurlijk wel iets wat je in het achterhoofd moet houden. Ik had al verwacht dat het er inderdaad een keertje aan zat te komen, dat we dus niet de komende 50 jaar eigenlijk blijven werken met het fictieve rendement, maar dat in 2026 dat al zal plaatsvinden. En als ik zie wat voor wetvoorstellen er allemaal een beetje voorbij zijn gekomen en wat het idee er een beetje achter is, dan lijkt het er inderdaad ook op dat je een fors percentage mag afdragen. En dat heeft natuurlijk ook een impact op mijn situatie. Het is niet zo dat ik denk met FIRE dat ik nooit meer wil werken, want om eerlijk te zijn heb je natuurlijk elke week iets nodig waar je je passie in kwijt kan, je energie. Gewoon de hele week een beetje rondhangen, een keertje uit eten. Ja, op een gegeven moment word je natuurlijk ook helemaal zat. Want het is heel erg lastig om elke dag in te vullen met allemaal leuke activiteiten. Dus werk doen wat je leuk vindt of waar je voldoening uit haalt is denk ik voor iedereen hartstikke belangrijk. Dus mijn doel voor FIRE is niet per se dat ik niet meer hoef te werken, maar meer dat ik de vrijheid heb om te besluiten van waar wil ik werken, hoeveel wil ik werken. Ga ik voor de baan die mij veel oplevert als ik kijk naar het bedrag wat wordt overgemaakt? Of kijk ik naar de baan wat mij veel oplevert als ik kijk van of ik er voldoening uit haal? En dat zorgt ervoor dat ik allemaal keuzes heb. En er is natuurlijk gewoon een hele grote groep die richting de pensioenleeftijd gaat, die helemaal geen keuze heeft. Die zit niet eens te denken van, nou weet je wat, 2 dagen minder werken in de week, dat vind ik wel mooi eigenlijk. Of ik kies liever die baan, want dan kan ik veel meer energie in kwijt, dat is mijn passie, dat doe ik graag. Dan voelt het niet eens als werk. En die keuzes creëren, dat begint op jonge leeftijd door je persoonlijke financiën dus serieus te nemen en echt te kijken naar het opbouwen van vermogen op de lange termijn. Daar is het dus voor mij allemaal mee begonnen, 1 jaar of 10 geleden. Toen begon ik vooral met dit idee, ik wil niet tot mijn 70ste 40 uur per week blijven werken. Dat had ik helemaal niet voor ogen, dus ik wist snel dat er wat aan gedaan moest worden. Nou, als ik kijk naar de laatste jaren, gaat het gewoon hartstikke goed. We zien ook op de aandelenmarkt, ondanks een slecht 2022, dat we als we uitzoomen na de laatste 10 jaar, dat het fantastische jaren zijn geweest. Ook als je kijkt naar crypto, zeker als je er al wat eerder in zit, zijn de rendementen natuurlijk ongelooflijk. Dus als ik ook kijk naar mijn persoonlijke situatie, dan gaat het gewoon hartstikke goed.
hartstikke goed. Ik denk dus ook dat het een kwestie van tijd is dat ik FIRE bereikt heb. Maar dat wil eigenlijk niet heel veel zeggen als ik kijk naar mijn dagelijkse situatie. Zal niet heel erg veel veranderen. En ik denk ook dat heel veel mensen ook vaak een beetje een verkeerd beeld hebben als ze denken aan FIRE. Dan denken mensen meteen allemaal dure reizen, elke dag uit eten, de duurste auto's, etc. Maar het moment dat je bezig bent met FIRE en je bent vermogen aan het opbouwen, dan kom je steeds meer tot de conclusie dat bijvoorbeeld dure reizen, elke dag uit eten, natuurlijk, iedereen wil wel eens lekker op vakantie en hoe luxer, hoe mooier vaak, maar op een gegeven moment heb je dat ook wel allemaal gezien. En er zullen op een gegeven moment dingen naar voren komen die veel belangrijker zijn. Voor iemand anders is dat misschien bijvoorbeeld vrijwilligerswerk om heel veel voldoening uit te halen, of het starten van een gezin, of noem het maar op. Er is altijd wel iets wat vele malen belangrijker is dan veel geld uitgeven aan vakanties of aan nieuwe auto's. En als ik kijk naar mijn eigen situatie, heb ik de laatste jaren ook gemerkt dat geld steeds minder belangrijk begint te worden. Maar dat is wel omdat ik op dit moment in een situatie zit dat ik ook inderdaad kan besluiten dat geld niet zo belangrijk is. En dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Er zit natuurlijk ook wel heel wat jaren investeren in. Het is niet zo als je begint met beleggen dat je binnen een paar jaartjes denkt zo, ik hoef geen keuzes meer te maken met geld in het achterhoofd. Nou, dat gaat natuurlijk wel een tijdje overheen. Maar wat ik de laatste jaren wel heb gemerkt, door inderdaad er financieel steeds beter voor te staan, dat ook steeds minder belangrijk begint te worden. Kijk, heb je echt financiële problemen, elke maand is het echt een struggle om er weer doorheen te komen, dan is het natuurlijk zo dat geld heel veel problemen oplost. Maar op het moment dat die problemen weg zijn, dan merk je vaak dat geld niet meer het allerbelangrijkste is. En dat is natuurlijk heel erg lastig om te horen op het moment dat je in financiële nood zit, want dan denk je bij jezelf, ja, al was het maar 100 euro per maand en daarbij, dat zorgt al voor heel veel ademruimte. Maar op een gegeven moment, als je inderdaad een tijd lang vermogen aan het opbouwen bent, je bent aan het beleggen, je bent aan het investeren, je bent je persoonlijke financiën serieus aan het nemen, dan kom je op een gegeven moment in de situatie, als je dat jaar in jaar uit doet, dat het steeds financieel er beter voor staat. Dus op een bepaald moment kom je in de situatie dat geld niet meer voor problemen zorgt. En dat zorgt voor heel veel rust. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in mijn reis naar FIRE. Dat je dus geen financiële stress meer hebt. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende stressfactoren in Nederland. Maar ik denk dat geld wel een van de allergrootste factoren is als het gaat om stress. Elke maand maar weer het zweten om te zien of je die vaste lasten ook daadwerkelijk die maand weer kan betalen. En door het serieus nemen van persoonlijke financiën en dus een financiële toekomst op te bouwen, kan je er dus voor zorgen dat je die stress wegneemt. En ik denk dat die vrijheid, dus dat je inderdaad je geen zorgen meer hoeft te maken of het elke maand wel in orde komt, veel meer waard is dan een dure vakantie. En natuurlijk, de beelden worden vaak geschetst dat het heel erg interessant is om op Bali te wonen. Je kent het wel, al die video's met mensen die allemaal cursussen verkopen. Zo is het helemaal niet. Ik ken weinig mensen om me heen die financieel het goed maken, die gewoon een beetje in Bali zitten of ergens in op een duur eiland, dat ze denken, nou, ik zit hier gewoon de 8 maanden van het jaar. Dat gebeurt eigenlijk niet. 9 van de 10 keer merk ik om me heen met mensen die vermogend zijn, dat ze vooral doen wat ze leuk vinden. En natuurlijk, een vakantie is leuk, maar niemand wil 4 maanden op vakantie. Mocht je op zoek zijn naar een platform om te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro en bij Trade Republic en voor beide loopt er een actie via de link in de beschrijving. Want als je bij de Giro registreert via de link voor 28 februari, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 maart terug met een max van 100 euro. En bij Trade Republic krijg je bij registratie via de link in de beschrijving een gratis aandeel en dat is gegarandeerd 25 euro als zitten er wel wat voorwaarden aan vast. Ik zal voor beide in de beschrijving een linkje achterlaten en als je besluit te reageren via de linkjes, maak er dus gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zou natuurlijk altijd waarderen. Dus vaak is het ook heel erg belangrijk dat je in aanloop richting een betere toekomst, als je kijkt op financieel vlak, ook goed kijkt hoe je daadwerkelijk je leven invulling wilt geven. Want natuurlijk klinkt het heel erg fijn om bijvoorbeeld je baan op te zeggen waar je helemaal geen zin meer in hebt, maar het is wel verstandig om inderdaad al een plan te hebben om ervoor te zorgen dat je dan wel iets gaat doen wat je ook leuk vindt. En vaak merk je dus ook dat mensen die echt miljoenen euro's hebben alsnog 60, 70 uur per week blijven werken omdat ze tot de conclusie zijn gekomen dat werk gewoon iets is waar ze heel veel energie en passie uit halen.
Dus je ziet vaak dat mensen denken, oké, ik ga lekker aan het werk, ik ga veel werken, ik zet veel geld opzij, zodat ik later minder hoef te werken of helemaal niet meer hoef te werken. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk een keer in een fase dat dat doel is bereikt en dan komen heel veel mensen tot de conclusie van, ja, wacht eens even, ik ga niet op de bank zitten. Ik wil wel wat doen waar ik bijvoorbeeld energie uithaal, waar ik dan echt een doel heb elke week. En dan merk je dus dat heel veel mensen beginnen bijvoorbeeld aan FIRE om uiteindelijk minder of niet te werken. En dan uiteindelijk zullen ze vaak meer gaan werken. En als ik kijk naar mijn eigen situatie, zal het mij verbazen als ik op een gegeven moment 60, 70 uur per week ga werken. Ik heb die intentie helemaal niet, maar ik weet dus dat er heel veel mensen vooral veel willen werken, omdat ze simpelweg anders niet veel te doen hebben en maar een beetje op de bank zitten, elke avond in het café zitten, dat word je ook snel zat. Dus als ik kijk ook naar mijn eigen situatie, als ik FIRE eenmaal heb bereikt, en ik verwacht dat dat 2023, misschien 2024 al gerealiseerd kan worden, verandert er eigenlijk niet heel veel. Ik blijf gewoon deze video's maken. Is mijn passie. Ik maak er ook graag video's over. Op het andere kanaal ben ik bezig met Sorare, et cetera. Dus heel veel verandert er eigenlijk niet. En toen ik begon met FIRE had ik ook eigenlijk een heel ander idee. En ik merk om me heen dat heel veel mensen die in die situatie terechtkomen, inderdaad ook zijn begonnen met dit idee, oh, dan hoef je niet meer te werken, kan je lekker reizen, je kan dit doen en dat doen. Maar op het moment dat je tot de conclusie komt van, ja, ik heb nog 30, 40, 50 jaar te gaan, dan denk je bij jezelf, ik moet er niet aan denken dat ik alleen maar ga reizen en lekker uit eten. Dan word je helemaal gek van. Dus naarmate het einddoel van FIRE dichter in de buurt is gekomen, merk ik eigenlijk dat het steeds minder belangrijk is geworden. Dus even een conclusie van deze video. FIRE komt steeds dichterbij, het einddoel is bijna bereikt. Maar eigenlijk kom ik tot de conclusie naarmate ik dichter in de buurt kom, dat er eigenlijk niet veel veranderd gaat worden. Dus ik merk gewoon dat wat ik nu doe, dat ik hartstikke leuk vind. Ik kan mijn energie erin kwijt, ik kan mijn passie erin kwijt. Ik heb ook tijd genoeg voor andere leuke dingen. En dat wil ik eigenlijk gewoon zo doorzetten. En dat is dus eigenlijk wat ik heb geleerd van het beleggen door uiteindelijk FIRE te bereiken. Dat je gewoon merkt dat keuzes is het allerbelangrijkste. Natuurlijk, een vakantie zoals ik heb aangegeven is hartstikke leuk. Maar een vakantie alleen gaat echt niet een voldoening geven aan een heel jaar. Je merkt gewoon dat als je op een gegeven moment de keuze en de vrijheid hebt om te doen wat je wilt, en dat kan dus ook gewoon werk zijn, maar werk wat je echt leuk vindt, dat dat veel meer voldoening geeft. Dus als je inderdaad besluit om te gaan beleggen, om uiteindelijk eerder met pensioen te gaan, moet je nu eigenlijk al beseffen van, er moet op een gegeven moment toch wel iets in de plaats komen van die 40 uur per week waar je eigenlijk ergens mee bezig bent. Want het klinkt natuurlijk fantastisch om bijvoorbeeld wekenlang niks te doen, lekker uit te rusten. Maar op een gegeven moment heb je genoeg geslapen, je hebt genoeg gerust en denk je bij jezelf, ja, wat nu? Dus het is heel erg belangrijk in de reis naar FIRE dat je ook daadwerkelijk weet van wat wil je daarna doen. Want dan heb je nog een hele lange weg te gaan. Zelfs als je FIRE bereikt op je 55ste of je op je 60ste, dan moet je natuurlijk wel vanuit gaan dat je nog wel een tijdje te gaan hebt. Gewoon een beetje op de bank zitten, dat gaat heel snel vervelen. Dus FIRE is in mijn optiek een heel mooi doel, een heel mooi streven voor heel veel beleggers, maar er is veel meer. FIRE is eigenlijk gewoon het beginpunt van hoe je je leven daadwerkelijk wilt invullen. Voor nu komen we wel aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.